Goedemorgen iedereen en welkom bij een nieuwe vlog op mijn YouTube-kanaal. Vergeet zeker niet te abonneren als jullie daar nog niet zijn. Ik ben vandaag bij de kapper. Ik ben bij mijn zoon Maite. Daar is Maite zelf. En kijk wie dat er nog zijn. Misschien Louisa en Sarah van Pewpew zijn er ook. We hebben samen, allee, ik heb eigenlijk een afspraak gemaakt samen met hun. Dat is kei fijn. We gaan mijn extensions eruit halen vandaag. Die zitten er bijna 4 maanden in. En die zitten redelijk laag ondertussen. En dan krijg ik daar zo wat zenuw van omdat die zo laag zitten. Céline gaat haar er nog even inhouden. Dus maar mijn gaan er al uit. Daar zijn mijn haren. En dit is terug mijn eigen. Oh, dat is wel gek. Dat voelt zo gek. Maar het voelt wel tof om zo terug echt zo helemaal door mijn haar te kunnen gaan. Maar ça va, eigenlijk nog zo kort zijn die nog niet, hè? Als ik nu nog dit eraf doe. Ja, zo deze punten zo, nee. En ik ga ze ook kleuren. Iets donkerder. Daar is Sarah. Ja, heel mooi, Sarah. Dat is Sarah haar nieuwe look. Nee, nog niet. Ja, zo gaat je door het leven. Zoals dit, ja. Oké, verf zit erin, hè. Ik ga voor rood. Dat ziet er wel echt rood uit, hè. Ja. Sarah ziet er ook mooi uit. Het hele team is er. Daar, Céline Schrapeke die nog miste is er. Maar die moet niks laten doen, maar die kon ons gewoon gezelschap houden. En dan Sarah en Louisa. Sarah onder het supersonisch ding. Ja, dat is hey! Ik zie eruit zoals vroeger, zegt Céline. Een beetje zoals Milka ook wel. Ja, een beetje zoals Milka. Dit is dus mijn nieuw haar. Er zit zo rode schijnen. Het is bruin, hè. Ik vind het wel mooi. Ik ben er wel blij mee. Ik had het nu net in een staart omdat we gaan sporten. Dus ik heb al zo'n bult hier, hè. Ziet je? Oké, we zijn weer bij Leslie. We hebben al opwarming gedaan. We zijn hier een week denk ik niet meer geweest omdat dat... Omdat we geen tijd hadden. Maar we sporten dus nog altijd. Hè. No limit in the sky that I won't fight for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. With every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I'll climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no cry that's the both of our souls. And intertwine when it comes to both of our souls and intertwine when it
right day. Dan bij Leslie. Amai. Nu gaan we nog. Oei. Hallo. Ik denk dat ik verkeerd aan het tuffen ben. Nu gaan we nog. Ah ja, cool down doen. Dus amai, mijn haar is iets wel echt zwart nu. Maar het is niet zwart, I promise. Het is echt niet zwart. Oh, hier zijn groene lampjes. Ik zal me bukken. Het ziet er wel zwart uit nu. We zijn klaar met sporten en nu gaan we ons klaarmaken. Want we gaan naar de filmpremière van de film van Astrid Coppens, noemt die nu denk ik, hè? Ja. Dus de voormalige Astrid Ryan. En haar film Verborgen Verlangen gaan we kijken in première in Kinepolis Antwerpen. Dus we gaan schminken, haren doen, aankleden, nog eten en dan gaan we vertrekken. Céline en Nick hebben gekookt. Ziet er kei lekker uit. Yummy! Dank u. Oké, ben er klaar voor, hè? Amai, het is toch echt wennen zo die haren. Ik heb een kaki kleedje aan, een tante kaki kleedje van onze collectie. Céline heeft ook een kleedje van onze collectie. Dat is party. Party. Mode on. Ja. Kleedje. We zijn er, hè? Yes. Redelijk wat volk, zoals je kunt zien. We hebben net de red carpet gedaan. Nog net gehaald. Ja, en nu gaan we wachten tot de film. Ja. Tussen deze kerels hier zetten. Eerst en vooral Roel. Ja, ik vind het super fijn dat je hier bent. Alive and kicking. Jij hebt ons wel doen verschieten, hè, man. Ja, inclusief mezelf. Hè. Ja, ik ben blij dat ik hier ben. Maar ja, wij dus ook. Een vraagje, Roel. Wat ging er door u heen toen dat je gebeld werd met de vraag of dat je wou meespelen met Astrid Coppens? Ik was ten eerste al blij met het telefoontje omdat het om een langspeler ging. Dat was voor mij ook de eerste keer. Na K3 en de Kattenprins. Once again ben ik mijn vlog vergeten af te sluiten. Ik ben nu aan het monteren en ik zag dat ik geen afsluiter had. Het was echt een heel tof afterfeestje, ja, afterparty bij de film van Astrid. Het was ook echt een leuke film. Echt zo'n feel-good movie, super tof. En ja, we hebben ons heel goed geamuseerd. Nu ben ik ergens wat dat jullie wel zouden herkennen. Maar dat zien jullie in mijn volgende vlog. Want ik ben hier alleen. Nee, eigenlijk niet alleen. Maar oké, dat is voor de volgende vlog. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dus zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. En laat ook iets na in de comments. Ik reageer daar altijd op. En ik zie jullie volgende vlog weer. Dag!